Kan jij deze video liken met één oog gesloten? Ik daag je uit en wij zijn Uncle Pete in de regen. Maar niet voor lang, want we zijn binnen en we hebben geen tijd te verliezen. De kans bestaat dat je de vorige video hebt gezien, laten we dit even aanzetten, waarin ik als Uncle Pete naar binnen drong bij de inbrekers. En dat was het moment waarop ik me realiseerde dat Uncle Pete op meer plekken kan komen dan de doorsnee speler. En daar maken wij gebruik van vandaag. Wij gaan proberen om terug te reizen naar het verleden en te voorkomen dat Scary Larry scary wordt en dat het dus gewoon Larry is. Het is dus belangrijk dat we zo sterk mogelijk zijn. De enige achter wie ik het verhaal nog niet heb verteld is de detective. Willen jullie toch dat ik dat ga doen de volgende keer? Reageer dan ja. Oké, maar nu is het heel belangrijk dat we ook proberen zo snel mogelijk te worden. Je kunt namelijk zien dat we nu maar één snelheid hebben. En dat is echt veel te weinig. We hebben minimaal 3 nodig. Oké, de tweede is binnen. Nummer 3 gaat waarschijnlijk niet zo lang duren. Het is belangrijk dat je een combo opbouwt. Dat doe je door in het groene vlakje te blijven. Misschien kunnen we dat ook eens een keer proberen. Spelen als de detective. Oké, kom op. 3, 2, 1. En we hebben onze derde snelheid. En dat zou genoeg moeten zijn om nu hier naar boven te gaan. Dan gooien we nog wat extra snelheid aan. En kijk, dan zijn we dus nu hier. En dan moeten we dus heel snel deze puzzel oplossen. Dit vind ik altijd nog best wel lastig. Volgens mij is het zo. Deze hier. Pizza balls is hier, denk ik. Nee, wacht. Deze zijn omgedraaid met elkaar. Nee, dan is het, denk ik, dit. Oké, volgens mij doe ik het goed. Alleen deze twee moeten nog omgedraaid zijn. Perfect. Kijk, nu gaat dit hier open. En dan gaan we dus heel snel op zoek naar de papiertjes van Brooke, Larry, Scary Luke natuurlijk. Hier nog Robux. Het enige gevaar wat we wel hebben, is dat andere spelers de papiertjes gaan pakken. En dat ze niet snappen wat je ermee moet. Dat is me al eerder gebeurd. En wat je dan krijgt, is dan krijgen we het einde alsnog niet. Oké, misschien dat we ze allemaal hier wel gaan vinden. Snel, snel, snel. Hier hebben we Brooke. Hier hebben we de headmaster. Dan gaan we deze snel checken. We hebben nog maar 2 papiertjes nodig. Dat moet wel lukken. Oh nee. Ja, hier is er eentje. En dan hier? Nee, ik weet waar de laatste ligt. De laatste ligt in de winkel. Heel misschien gaat dit werken. Ik bedoel, de vorige keer hebben we gezien dat Uncle Pete op plekken binnenkomt waar andere spelers dat niet lukt. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat elke deur hetzelfde is. Kom op nou. Oh my gosh, het is gelukt. Maar kunnen we dan nu ook eerder gebruik maken hier? Dat meen je niet. Dat kan. Oké, dat is echt super chill. Kijk, dan haal ik er namelijk al wat muntjes bij. Oké, maar nu moeten we ook weer... Oh, huh? Hoe ging ik er ineens weer doorheen? Maakt niet uit. Alles waar het nu om gaat, is dat we hier naar boven klimmen. Dat we extra... Oh, extra snelheid was niet eens nodig. En dat we nu de puzzel oplossen. Het is Scary Barry, Scary Larry, Spooky Luke, Spooky Brooke, Scary Mary en de Headmaster. Oké, perfect. We hebben het einde unlocked. Misschien is het een goed moment om even een appel en een koekje te eten. Dan gaan we hier naar beneden. En dan helpen we mee. Oh, er valt niet meer echt mee te helpen. Oké, nu is het heel belangrijk dat we Twaddo in ons team krijgen. Maar eerst wil ik een veel beter item hebben. Kom op nou. Ja, perfect. We hebben een beter item. Cola is ook belangrijk. Dus we halen weer wat extra muntjes erbij. Wat wil Twaddo het liefste hebben? Het is niet per se noodzakelijk om Twaddo in je team te hebben voor het laatste einde. Maar ik zou het wel sterk aanraden. Oeh, zoveel papiertjes. Dat is meer dan normaal volgens mij. Oké, kom op. Laatste. En wat wil die? Hij wil pizza. Meen je dat nou? Oh my gosh, nee. Oké, dat is best wel lastig. Dus weet je wat? Dat doen we zo meteen wel even. Oh nee, pizza is helemaal niet lastig. Het ligt hier letterlijk. Oké, dus we nemen heel snel de pizza mee. Hoe graag ik hem ook wil eten, dat mag niet. We nemen een colaatje zodat we sneller worden. En we gaan Twaddo ophalen. Twaddo is denk ik wel mijn favoriete karakter in Break-In. Hij is echt super, super schattig. Oké, daar gaan we. Hier neem ik een risico. Ouch. Oké, nou, alsjeblieft Twaddo, het enige en laatste stukje pizza. Nou, nu moet hij ons dus achtervolgen en dat moet zo voorzichtig mogelijk. Want als hij namelijk op het ijs terechtkomt, dan hebben we een serieus probleem. En moeten we Twaddo weer helemaal opnieuw halen met een nieuw stuk pizza en dat hebben we niet. Oké, voorzichtig, voorzichtig. Kijk, hier wacht ik even. Oké, snel, snel. Hier overheen. Kom op, het allerlaatste stukje Twaddo. Je kan dit hier overheen en hier overheen. Dan neem ik nog 1 colaatje voor de zekerheid. En dan hebben we Twaddo in ons team. Dus alles wat we nu moeten doen, is Uncle Pete nog in ons team krijgen. Ah, dat is perfect. Eindelijk een hoop spelers die meehelpen. Het is me zo vaak voorgekomen dat ik het hier in mijn eentje opneem tegen alle inbrekers. En geloof me, dat is niet te doen. Oké, we hebben het eerste gedeelte van de quest afgerond. Dat betekent dat we eerst een heleboel Robux van Uncle Pete krijgen. We eten er even een appeltje bij. Ja, vitamintjes zijn belangrijk, ook als je tegen inbrekers vecht. Oké, daar gaan we. Oh, daar gaan we, daar gaan we. Daar gaan we. We moeten er nog maar een paar in maken. Alleen we moeten er wel voor zorgen dat dat er minimaal 10 zijn. Want anders kunnen wij de quest van Uncle Pete namelijk niet oplossen. En wij willen natuurlijk wel de muis hebben. Ik weet niet of je de detective nodig hebt. Maar volgens mij wel. Ook al hebben wij natuurlijk het raadsel al opgelost. Kijk, dit nemen we allemaal weer mee. En nu het laatste. Versla elke slechterik. En dat klinkt misschien moeilijk. Maar het zijn er letterlijk nog maar 3. Kijk hoeveel Robux hier liggen. Dit is echt bizar. Oké, perfect. Dan gaan we nu snel naar beneden. En dan krijgen wij van Uncle Pete de muis. Hier hebben we de muis. Waar we trouwens nog steeds een naam voor moeten hebben. Dus heb jij een leuke muizennaam? Laat het weten. Oeh, we kunnen andere spelers healen. Dat heb ik volgens mij nog nooit gedaan. Nou, dit is misschien wel mijn favoriete moment. We nemen de muis mee en de muis leggen we op het bureau van de detective. En die is zo bang voor muizen dat hij van zijn stoel valt. En dat hij gelijk aan het werk gaat. Tenminste, nadat hij zijn paraplu
gebruikt als bescherming. Hij is echt bang voor muizen. We hebben ons droomteam helemaal compleet. En dat hebben we zo snel gedaan. Oké, laten we deze speler hier even healen. Oh, we kunnen Twaddo zelfs healen. Oh ja, natuurlijk. We kunnen Uncle Pete healen. Dus eigenlijk heal ik dan een soort van mezelf. En deze speler kunnen we healen. Hupsakee. Oeh, en deze speler heeft het echt heel hard nodig. Kunnen we die vaker dan één keer healen? Deze hier nog. Ah, dit voelt zo goed. Ik ben letterlijk een dokter. Oké, nu gaan we elke machine even leeghalen. We hebben namelijk superveel Robux gekregen. Nou, dan eten we even wat chipjes. Kraak, kraak, kraak. En omdat we toch nog wat tijd over hebben, ga ik mooi naar buiten toe. En ga kijken of ik een pizza kan vinden. Of cola. Iets wat iedereen nodig heeft. Wow, volgens mij is dit de eerste keer dat zowaar alles al is gevonden. Ik bedoel, kijk dan. Ja, letterlijk. Dat is een goed teken. Dat betekent dat we een team hebben die ongelooflijk goed samenwerkt. En de taken goed verdeelt. Nou, daar zul je ze hebben. En volgens mij wordt het echt een eitje om ze allemaal in te maken. Wacht, ik vind het altijd leuk om het in first person te doen. Dan is het echt een en al chaos. Oh my gosh. Ik heb één zin uitgesproken. En we zijn al klaar. Dit heb ik jullie dus de vorige keer laten zien. Maar ik weet niet of het twee keer gaat werken. Oh my gosh, jawel. Maar kunnen we dan nu ook... Oh, maar we hebben nu echt vals gespeeld. En in deze doos zit nog een flesje water. Andere spelers die denken echt... Uncle Pete hoort bij de slechterikken. Maar dat is niet waar. Kijk, we nemen deze Robux nog even mee. Volgens mij als je het water drinkt, kun je nog sneller trainen. Oh, maar kijk, we drinken dus nu het water. Oeh, dat ziet er cool uit. Kijk, en nu gaat het trainen dus een heel stuk sneller. Dat is eigenlijk hetzelfde wat je kan met die hackerstelefoon. Maar we hebben dat al allemaal opgebruikt. Dus het is super handig dat we dit nu hebben. Maar kunnen we nog meer van het water drinken? Oh, dat kan. Oh, dat is echt super chill. Nu is het wel hopen dat alle spelers voor het originele einde kiezen. En dat er niet ineens iemand tussen zit die voor het normale einde kiest. Ik heb dat wel eens een keer gehad. Maar kijk, we hebben heel team compleet. Volgens mij gaat het gewoon weer echt een makkie worden. Kijk dan, we hebben ze letterlijk nu al allemaal verslagen. Oké, het droomteam is compleet. Let's go! Nou, we weten natuurlijk al wat er gaat gebeuren. Eerst valt Uncle Pete aan. En dan op het laatste moment wordt iedereen weggemapt. Dit gaat waarschijnlijk niet lang duren. Kijk met hoeveel we zijn. Ik eet er nog even wat chipjes bij. En we hebben hem al. En wij gaan voor het originele einde. En dat betekent dat we nu door de tijd reizen. Terug naar het verleden. Terug naar het moment dat Scary, Larry en Mary nog niet Scary waren. En daar heb je hem. Larry. Nee, niet Scary Larry dus. Gewoon Larry. En we weten natuurlijk al wat we moeten doen. Wij moeten proberen... Oh nee, volgens mij komt Larry eraan. Wij moeten proberen om de items op de juiste plek te krijgen. Maar dat is niet het enige. Wij willen een kijkje nemen in het kantoor van de directeur. Oké, volgens mij moeten we deze hier neerzetten. Wacht eens even. Daar hebben we Mary. Dit is mijn moment. Snel, 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 snel. Kom op nou. Kan Uncle Pete hier naar binnen? Oh my gosh. Dit was Scary Mary. En dit is Barry, maar daar weten we nog niks van. Maar wacht even. Nee, het is zo bizar. Oké, laten we wel snel teruggaan, want anders komen we niet verder in het verhaal. Maar het is ons dus nu al gelukt om meer te zien dan we ooit hebben gezien in dit spel. Het enige wat wel irritant is, de andere spelers weten niet wat ze moeten doen. Dus wij moeten het helemaal zelf doen. Kijk, deze hebben we nodig. Ik probeer naar binnen te komen daar. Misschien als ik heel snel ben. Maar wacht eens even. Dit hier is het hoofdkantoor van de directeur, dus daar zit hij binnen. Oké, dus hier moeten we eigenlijk ook nog inglitchen. Kijk maar, dit is ook het enige waar je niet doorheen kunt kijken. Oh nee, hij komt eraan. Hij komt eraan. Oké, we gaan snel het muzieklokaal in. En daar plaatsen we deze. Weet je, ik ga het gewoon doen. Ik moet weten hoe de directeur eruit ziet. We hebben alleen zijn enge ogen gezien. Dat was in een andere video. Oké, daar gaan we. Oké, ga ik het doen? Ik ga het gewoon doen. We zitten tegen de deur van de directeur aan. En wij gaan naar binnen in 3, 2, 1. Nee. Waarschijnlijk spant hij pas later in het verhaal. Nu is het niets meer dan gewoon een lege kamer. Oh, dat is zo irritant. Ik had echt willen zien hoe die eruit zag. Laten we kijken wat hierin zit. Oh, een gitaar. Ik weet waar die thuis hoort. Die hoort natuurlijk hier in het muzieklokaal. Nog maar twee items te gaan. Kijk, Larry staat daar te kijken. Zit hier het allerlaatste item in? Dat zou perfect zijn. Nee. Oh, Larry komt eraan. Snel. Oeh. Oh nee, die speler. Wat doet hij nou? Larry. Nee. Oh. Oh. Alsjeblieft, ga weg. Alsjeblieft, ga weg. Oh, dit is zo spannend. Het is gelukt. Yes. Oké, volgende herinnering. waarom staat Larry stil? Oh, dat meen je niet. Hebben we een glitch gevonden? Oh, dit is super irritant. Oké, dus het verhaal slaat vast. En dat precies wanneer ik Uncle Pete ben. Alsof ze niet willen dat we erachter komen hoe het echt zit. Oké, wacht. Ik kan nog wel mijn chips eten. En mijn koekjes en zo, kijk maar. Mijn cola kan ik nemen, mijn koekje, mijn appel, hupsakee. Maar er gebeurt dus gewoon niks. Misschien als ik alle spelers hiel dat dat helpt. Ah, dit is gewoon Robux verspillen, maar alsnog. Ah, dit is zo irritant. Waarom gebeurt dit? Kijk, het spel gaat verder, maar we zijn in het kantoor van de directeur geweest. Maar hij was er niet. Moet ik teruggaan om het nog een keer te proberen? Reageer dan ja. Abonneer voor meer en adios.